Hallo, ik ben Stefan van Italiëplein. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe je zelf thuis een glutenvrije pizza kan maken. Glutenvrij. En dat is niet zo moeilijk als je denkt. Wilde je nou voorheen zeg maar thuis lekkere glutenvrije pizza maken? Dan was je eigenlijk aangewezen op de supermarkt. En daar vond je dan in het schap van die voorverpakte glutenvrije pizzabodems. Deze. Maar intussen is er ook gewoon glutenvrije bloem verkrijgbaar. Waarmee je eigenhandig een glutenvrije pizza kan maken. Nou, wat heb je nou nodig om glutenvrije pizza te maken? Het is eigenlijk min of meer hetzelfde als gewone pizza. In dit geval de glutenvrije bloem. Wat zout. Een beetje gist. Olijfolie. En water. Voordat we echt gaan beginnen met het maken van het deeg, ga ik even één lepeltje van dit glutenvrije bloem even apart houden voor zometeen. Want als we straks de bolletjes echt gaan verwerken tot pizzabodem, dan kan je soms een klein beetje bloem net even nodig hebben om op je werkblad te gebruiken. Ervoor te zorgen dat je bodem niet ontzettend gaat plakken. De bloem gaat gewoon in zijn geheel in de kom van je mengmachine. Zo. En de reden waarom ik in dit geval voor dit recept de machine gebruik, dit is een deeg waar relatief veel water in gaat. Op deze kilo bloem zit bijna 800 gram water, dus dat is omgerekend 80%, dat is vrij veel. Vrij nat deeg, dus het is handig om dat lekker in de machine te doen, dat scheelt een hoop vieze vingers. Water mag erbij. Zout mag erbij. En dan zetten we de machine gewoon rustig aan. Standje 2. Nou, zoals jullie zien heb ik op dit moment de gist en de olijfolie nog niet toegevoegd. De gist heeft als reden dat eigenlijk nooit tegelijkertijd met het zout in je deeg mag. Want zout en gist die kunnen niet zo goed met elkaar. En dan heb je kans dat je deeg wat minder mooi wordt. Dus heel eventjes de machine laten draaien. En dan mag zo meteen de gist erbij. Op het moment dat het deeg nou heel even gedraaid heeft en de ingrediënten een klein beetje vermengd raken, dan mag de gist er ook bij. En dan laten we in principe dit deeg even rustig 5 minuten draaien. En daarna gaan we de olijfolie toevoegen. Nou, het deeg heeft nu mooi 5 minuutjes op een rustige stand gedraaid in de machine. Dat is het moment dat we de olijfolie gaan toevoegen. En olijfolie zorgt in je deeg altijd voor een mooie kleuring. Dus als je hem zo meteen gaat afbakken in de oven, dan zorgt de olie ervoor dat hij het deeg ook echt een mooie bruine kleur krijgt. Dus die olie mag erbij. En dan laat je hem vanaf dit punt nog even rustig 2 minuutjes draaien. En dan is je deeg klaar. Nou, perfect. Deeg klaar. 7 minuutjes gedraaid. Nou, dan kan je eigenlijk 2 dingen doen nu. Je kan het eventjes 3 kwartier, uurtje op kamertemperatuur laten liggen. Even laten rusten. Als je nu zo meteen vrij snel pizza wil bakken. Je kan het eventueel ook in de koeling leggen. Stel dat je nou 's ochtends je deeg gemaakt hebt, maar je wil pas 's avonds bakken. Dan kan je het ook best prima gewoon eventjes lekker in de koeling leggen. En dan vanavond eruit halen en pizza's gaan maken. Ik ga het nu uit de kom halen en dan even rustig laten liggen. Nou, steken we even een stukje deeg af. Ongeveer, dit is denk ik ongeveer 200 gram. Zo, deeg aan de kant. Klein beetje bloem. Glutenvrije bloem weliswaar. Op je werkblad moet het wel lukken om hier in ieder geval even een bolletje van te maken. Zodat we zo meteen kunnen beginnen met een mooie ronde bodem. Dit deeg is ietsje lastiger te bewerken dan gewoon pizzadeeg. Ik denk wel dat je met je handen een mooie bodem zou kunnen maken als je daar even de tijd voor neemt. Zoals je ziet, kijk, het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat er genoeg anti-plak even op je werkblad ligt. Zodat het deeg zich in ieder geval een beetje vrij kan bewegen. Dus als je het gevoel hebt dat het begint te plakken, moet je even weer zorgen dat het werkblad plakvrij is. Maar goed, als je zou willen, kan je dus met je handen een mooie bodem maken. Dan kom je een heel eind mee. Voilà. Nou, laatste check. Ja, hij ligt mooi los. Dan kunnen we wat mij betreft gaan beleggen. Nou, op het moment dat je op dit punt bent aanbeland, dan
is het eigenlijk zaak dat je lekker gaat doorwerken, zodat je pizzabodem niet zo meteen alsnog aan je werkblad blijft plakken. Dus we gaan hem zo beleggen. Betekent een beetje tomaatsaus erop, andere ingrediënten. En vanaf dat moment gaan we vrij snel met schep richting oven. Zo, dan gaan we deze pizza afbakken. Nou, ook hier een klein beetje glutenvrije bloem op je pizzaschep. Om ervoor te zorgen dat de pizza zo meteen niet vast blijft zitten. Nou, dan gaan we hem heel voorzichtig en rustig op de schep steken. Nou, dat gaat perfect. En dan kan hij mooi de oven in. Nou, dan is mijn pizzabak altijd zo dat hoe warmer je oven kan, hoe fijner. Je kan deze glutenvrije pizza eventueel in een houtoven afbakken als je die hebt. Dan ligt die natuurlijk vrij kort in de oven. Heb je nou een gewone keukenoven zoals hier, zoals we die vandaag gebruiken, dan zal je pizza daar ergens tussen de 6 en de 10 minuten denk ik in liggen. Beetje afhankelijk van hoe warm jouw oven wordt. Nou ja, wanneer is je pizza nou echt klaar? Dat is eigenlijk gewoon een beetje goed in de gaten houden. En op het moment dat jij het gevoel hebt van dat de ingrediënten mooi gesmolten zijn, dat je pizza een mooie kleur heeft gekregen, dan is die goed. Dan halen we hem er zo meteen uit. Nou, onze glutenvrije pizzavriend heeft 5 minuutjes ongeveer in de oven gelegen. We gaan hem eruit halen, want ik heb al gezien dat hij mooi gekleurd is. Komt-ie. Voilà, 1 glutenvrije pizza. Nou, hier zijn we mee begonnen. Hier is het eindresultaat. Tijd om een puntje te snijden. Nou, daar gaan we. Het is geen tarwebloempizza, maar het is toch verrassend hoe het de makers van deze bloem gelukt is om, nou, zeg maar, een redelijk normale pizza na te bootsen met glutenvrije bloem. Buitengewoon. Vergeet ook niet om heel eventjes op italiaplein.nl te abonneren op de pizza tips. Dan krijg je ongeveer 1 keer in de maand een mailtje van me. En daar zet ik al mijn nieuwe blogjes en filmpjes ook in. Dus dan ben je helemaal op de hoogte. Hey, tot de volgende!